Wat zoek je nu? Nou, ik zoek het liefst een hele bloedige film over de dood en zo. Verderf en alles. Liefst vol met bloed. Nou, bijvoorbeeld deze. Veel over gelezen. Ja. Moet echt een splatterfilm zijn. En die krijgt dus ook de Special Gore Prize. Dus is, zoals je ziet, met hersens en alles. Iemand zit uit de hersens te eten. En waar? Ja, nou, als je muziek maakt over de dood en alles, dus, en over dat soort zaken, dan moet je ook inspiratie opdoen over de dood, snap je? Ja. Maar de dood is toch helemaal niet leuk, eigenlijk? Ja, maar het leven is ook niet leuk. In feite. Nou, wij maken gewoon muziek over de dood, omdat het toch de angst is van de mens. Nou, en dat proberen we in onze muziek uit te drukken. En daarom is de muziek ook heel erg goor en hard. De politiefilm is ook al gebeld. Dat is ook wel realiteit, als iemand een kogel door de kop krijgt. Ja. Maar waarom niet dan dat zijn hele hoofd eraf spat en dat aan de achterkant hersens eruit vallen? Ja. Zo gebeurt het toch ook? Waar onze zanger over zingt, die zingt over dood en verderf. Ja. Dat meent hij op dat moment. Maar hij kan wel een heel vredelieve mens zijn. Doe je nou hier altijd je boodschappen? Nou, om eerlijk te zijn, ik doe bijna nooit boodschappen. Hè? Ik doe bijna nooit boodschappen. Je moet het eten. Ik eet ook wel, patat. Ik ben de patatboer. Hey Kees, doe je hier altijd je boodschappen? Ja, zo'n beetje iedere dag hier. Oh ja? Ja. Ja. Lekker gezond allemaal, Kees. Ja, jawel, jawel. Ik bedoel, ik wil niet met mijn 40-stal onder de zoden liggen, jongens. Alleen patat, daar word je niet oud mee, hoor. En vlees? Nee, doe ik niet aan. Nee? Nou, ik bedoel, ik ben voor mezelf vegetarisch, dus als ik een keer vlees eet, dan is het niet het eind van de wereld voor mezelf. Maar ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Gezond leven. Wat een positief over ben jij. Ja, ik ben heel positief, jongen. Zoet, lekker gezond. Zo iemand van jouw leeftijd moet toch alles doen wat God verboden heeft? Ja, misschien heb ik het allemaal al gedaan, niet? It's grown. Daar ligt onze oefenruimte. Waar, ja? Ja, dus in het, nou, is niet echt het centrum van Haarlem, maar daar in de buurt. En dan hebben we die prachtige architectuur, maar die mooie vervuilende industrie daar. Daar oefent Lunatics Without Skateboards, Egghead en After Dark in de popbunker. En daar, helemaal echt, nou ja, dat moet je hemelsbreed zien, daar heel verderop, daar ligt Sassheim. En daar komt Leighton Jobs dus vandaan. En onze goede vrienden Courage, die opereren ook hier in, bij ons in de buurt, in de stad Haarlem. Niet dat we allemaal uit Haarlem komen, maar daar wordt geoefend. Je moet het zo zien, vroeger waren we vrienden die met elkaar platen draaiden. En dat we elkaar tegenkwamen bij concerten. En op een gegeven moment zijn we allemaal bandjes begonnen. En nu is het zo dat we met elkaar optreden in plaats van met elkaar platen draaien. Daar komt het op neer. Dus zijn we samen met een paar mensen van Courage en wat omheen hangen, de vrienden die dus niet in band spelen. Zijn we het Flower Youth project begonnen. En dat moet een soort, ja, politieke subcultuur worden die in, onder allerlei stromingen moet gaan leven. Dat van politiek van de 60's moet het gaan worden, weet je wel. Van ieder mens is mooi en bekijk ieder mens als een mens. En geen kernwapens en je kent het allemaal wel. En dat willen we dan door middel van pamfletten en manifestaties en zo, willen we dat helemaal op poten gaan zetten. Ik bedoel, ik ben echt van plan niet om de wereld te veranderen, maar wel om een beetje te helpen de wereld te veranderen. Ik denk, zolang iedereen maar blijft zeggen van het lukt toch niet, ja, dan lukt het ook niet. Hmm. En je moet het zo zien ter eigenlijk dat iedereen enthousiast wordt voor een betere en mooiere wereld. Dit is mijn nieuwjaarskaart van dit jaar. Welcome to the Age of Aquarius.
Je hebt je ernstig in de jaren 60 verdiept, volgens mij. Ja, nou ja, het is meer een crossover, hè, zou ik het eerder willen noemen, tussen hardcore en flower power. Ja? Ja. Vreemd eigenlijk, want hardcore komt voor uit de punk. En als de punks ergens de pest aan hadden, dan was het wel aan hippies. In de tijd. In de tijd, ja. Dat heb ik nooit begrepen al helemaal. Wel een beetje natuurlijk, maar omdat je meestal aan een hoop mensen een hekel hebt. Maar hun idealen waren niet verkeerd. En dat hele heftige image van de punk in het begin en later ook. Zuipen en beuken en een punk moet gemeen zijn. Dat is voor mij al jaren voorkomen achterhaald iets. Maar we leven er ook naar natuurlijk. Kijk, ja? je schrijft wat je denkt in principe. Ja. Hoe bedoel je, we leven er ook naar? Nou, zoals boycotten van dingen als Shell en McDonald's bijvoorbeeld. Dat zijn bijvoorbeeld wel politieke dingen waar wij ons dan mee bezighouden. Ja, we proberen toch ook wel wat politiek bewust te zijn. Dingen volgen die er gebeuren. Echt wel bezig zijn met dingen. Maar jij wil nog wel eens een hamburgertje halen, hè? Toch? Heel af en toe, ja. Daar heb ik niet zo'n moeite mee, hoor. Nee, nou, kijk, hun schrijven de teksten, dus in principe zijn dat hun ideeën. In grote lijnen ben je het wel met onze teksten eens en jij vindt het ook wel. Jij vindt ook wel dat McDonald's slechte dingen in de wereld doet. Nee. Alleen vind je het niet erg genoeg om er zelf niet meer te eten. Nee. Wat soms best wel is dat... Tot bossing ik al uit, ja. Mijn muzikale achtergrond,